Hoi allemaal. Eergisteren hebben we een oor getekend en vandaag is de dag van de logopedie. Ik denk dat is een mooie gelegenheid om eens monden te gaan tekenen. Hoe teken je nou eigenlijk een mond? We hebben al een oog gehad, 2 dagen geleden een oor. Hoe teken je nou die mond? Zullen we dat eens gaan proberen? Doe je mee? Ja, een mond. Met karikatuur tekenen teken ik heel veel monden. En ja, een mond kan heel verschillend zijn. Hè? Je kan een stripmond doen. Zo. Hartstikke leuk. Tongetje. Misschien een rij tanden. Zo, dan vullen we dat in. En dan heb je gelijk een leuk idee. Zo. Hier hoort dan de neus natuurlijk bij. Zo, erboven. 2 ogen. Maar ja, het gaat even om de mond. Je kan ook zo een mond tekenen. En dan zou je dat nog een schaduw kunnen voorzien, zo. Deze mond kun je ook open tekenen. Met bijvoorbeeld wat meer de karikatuurkant op. Grote tanden. Ook dat tongetje weer. Durf je dat? Zo. Nou ja, zo heb je dus verschillende monden om te tekenen. Ik zou zeggen, ga ook eens kijken. Stripboeken. Kijk eens in. Gewoon op bladen. Probeer eens gewoon een mond na te tekenen. Bijvoorbeeld. Of ga voor de spiegel zitten. Probeer daar je mond. Verschillende uitdrukkingen met de mond. En je kan ook sip kijken, bijvoorbeeld. Zo kijkt iemand sip. Zo is de. Kijkt iemand sip. Nou, zo is natuurlijk iemand blij. Ja. Genoeg variaties. Lijntje net anders, krijgen we een andere uitdrukking. Ik zou zeggen, ga eens kijken. En ik zie jullie morgen in de volgende video.